je helemaal vooraan zitten ballonnen. Arthur! Ja, daarboven ook. Arthur! Maar in die ballonnen zit een opdracht. Want u mag niet zomaar naar binnen. U moet er wel wat voor doen. En ja, goed, dan moeten we even zien dat we die ballonnen stuk krijgen. Dan mag u dat zelf doen. Maar hiervoor ligt nog een hele mooie stok op de grond. Pak die maar eens. En dan moeten de kinderen ietsje opzij. En probeer eens of u die door kunt prikken. En dan kijken of we het briefje kunnen vinden. De kinderen kunnen wel even helpen. Daar gaat ie. Dat bedoel ik. Ik heb er één. Ah, kijk, de eerste. Nog niks. Nog niet kijken. Staat er wel wat op? Nee. Blanco. Dat klopt. Dan moeten we nog meer maken. Niks. Ja. Maar toch. Kijk eens. Heb jij een briefje? Oh ja. Ieder jaar één keer met het wagentje naar school staat hierop. Oh. Nog even iets harder, wacht even. Achteruit niet voor. Er staat op dat ik ieder jaar één keer met dit wagentje naar school mag. En dan liefst ook om 9:30 zeker. Ja. Maar dan wel voor 6:00 morgens. Opdracht 1. Plant een lindeboom op het kleuterplein. Dit is de enige echte juf Bosboom. Nou, super. Dan moet ik mijn zakdoek even. Doen we zo meteen. Ja. Helemaal de linde, want mijn kleindochter heet Linde, zoals jullie wisten. Dus een lindeboom is wel helemaal mooi. Hé Linde? Kinderen van 5-6 mogen even meelopen, er staat al een schop. Wij gaan ook even mee. Eerst de kinderen van 5-6. Nog een mooi elastiekje om. Ik ben er al. Verruilen we even de stok. Ja, Ramon, leg hem daar even in het hoekje neer. Oh, nee, niet wegleggen. We kunnen weer vastzonderen. Oké, stop. Kijk mee. Ja. De wol erop. Pak het grote cadeau uit wat op het plein staat. Dit is de laatste hand die gelegd wordt aan het plein. Met onthulling van dit cadeau is het plein officieel geopend. Ja. Bij deze juf. Daar gaan we. En dan het plastic doorknippen en dan kunt u misschien het grote of het plakband doorknippen en dan plastic kun je misschien. Hij houdt het wel. Help maar even jongens, plastic moet eraf. Daar gaat hij.